op 17 november komt de Sint en zijn Pieten hier aan op de kade in Elslo. Goedemorgen, mevrouw. Goeiedag, commissaris Smeets. Wat leuk. De mevrouw van het Sint-Ochtnieuws. Ja, wat leuk om hier te zien. Hoe gaat het? Prima. En het is dit jaar helemaal in orde. Ik ben op zoek naar huis nummer 26, maar ik kan het niet vinden. 26? Ja, ik heb er een hele poos gezocht, maar ik kan het niet vinden. Ik kan het ook niet vinden. Jeanette! Ja? Hallo, Jeanette! Ja, zo. Ja, kijk eens wat ik heb. Wat heb jij nou? Een nummer. Een nummer? Ja, dat zat daarachter op zo'n huis. Het zat helemaal los. Oh, een huisnummer? Ja. Mm. Maar dan voor op de caravan. Oh, je had gedacht voor op de caravan. Kijk. Ja, doe maar eens goed. Ja. Oh, nummer 6? Ja. Oh, hebben we nummers? We hebben nooit een huisnummer gehad. Nee, jammer. Nee, handig. Ik zag het op die huizen. We hebben dat allemaal, hè? Ja. En wij hebben dat nooit gehad. Nee, ik heb ook nog een. Ik had ook hier deze. Oh. Hup. Ook van op het huis. Ook op een huis. Oh, hebben wij. Oh, nummer 26 is dat, Sean. Ja. Ook een huisnummer. Ja. Ja. Hebben wij twee huisnummers? Twee huisnummers. Ja? Ja, zo. Weet je wat betekent een huisnummer? Nee. Nee, dat betekent dat de postbode ons ook brieven kan brengen. Dat we mensen op bezoek kunnen komen. Op bezoek, die weten ons te vinden. Ja? Ja. Dan kunnen vrienden naar ons komen. Ja, als maar weet je wie ons dan ook kan vinden? Hè? Sinterklaas. Sinterklaas? Ja. En ook. En Zwarte Pieten ook. En heel veel Zwarte Pieten ook. Oh. Daarom hadden we natuurlijk nooit veel cadeaus gekregen. Nee? Want we hadden geen nummer. Je begrijpt het helemaal, Jean. Jean. Ja? Wil je een kopje koffie? Ja, lekker. Jean. Ja? Weet je waar ik aan denk? Nee, ik ook. Hoe meer huisnummers wij krijgen, hoe meer dat ze weten dat ze bij ons moeten zijn. En dat Sinterklaas, Zwarte Piet, dan ook steeds meer cadeautjes. Hoe meer nummers, hoe meer cadeaus. Ja, precies. Als je net komt, we gaan meer halen. Ja, waar gaan we die dan halen? Ja, op die huizen van die natuurlijk. Gaan we die halen? In Elslo. En dan plakken we die weer hier op. Ja, wij zijn hier in Elslo. Zouden die nummers hebben? Ja, we kunnen kijken. Hè? Ik denk, heb je straks gezien, hè? Hoe meer huisnummers, hoe meer cadeaus. Oh, dat is wel. Kom, Jeanette. Oh, dat is wel heel spannend. Als dat maar allemaal pas in de kern zat. Ja, anders pakken we een aanhangwagen. Met vier wielen erbij. En die kan dat dan ook. Klaar, Sinterklaas. Heel goed. Zet hem daar, meneer. Ja. Naast het bureau. Heel goed. Nou, kijken waar het grote boek staat. Dag, Sinterklaas. Hé, hey, luister, Piet. En, ben je weer terug? Ja, zeker, Sinterklaas. Was weer een lange reis. Hoe was het in Elslo? Ja, leuk. Ik ben eigenlijk overal weer gaan luisteren. Ook in de Julianastraat. Ja, daar heet je ook Luisterpiet. Ja, zeker, Sinterklaas. Zeg maar, Sinterklaas, weet u zeker dat in de Julianastraat ook kinderen wonen? Ja, zeker wonen daar kinderen. Daar wonen Anne, Jesper, Klaas, Gertruda. Hoezo? Nou, ja, weet u zeker dat zij daar nog wonen eigenlijk? Ja, zeker.
Ze wonen op huis nummer 12, op huis nummer 42, 53. Oké, okay. En die huisnummers, die zijn daar nog steeds? Want... Ja, waarom zouden ze er niet zijn? Daar zijn het huisnummers, toch? Oké, okay. Nee, dat klopt, Sinterklaas, zeker. Ja, u heeft gelijk. Oké, okay. Nou dan... Ga jij gewoon nog eventjes... Dan ga ik toch weer even goed luisteren, Sinterklaas. Oké, okay, ja, zeker. Dan, ja, oké, okay, tot over een weekje weer. Dag ja? Hoor. Goed, dag Sinterklaas. Nou, eens kijken. Kunt u het vinden, meneer? Nee, mevrouw. Ik heb al alle rekken doorzocht, maar ik zoek de huisnummers. Ah, is geen probleem. Loopt u maar met mij mee. Is dat geen probleem? Loopt u maar met mij mee. Voor mij was het wel een probleem. Nou, dan ben ik eens benieuwd. Nou, hier hangen de huisnummers. Hier hangen de huisnummers? Zo te zien zijn ze op. Ja, ik zie er geen eentje, mevrouw. Dan zouden we ze voor u moeten bestellen. En hoe lang gaat dat duren? Ja, toch wel een maand. Een maand? Ja, helaas wel. Nou, dan moet ik me toch nog eens even over bedenken, mevrouw. Nou, dan wens ik u een fijne dag. Ja, dank u wel voor de moeite. Een maand. Geen één nummer. Nou. Een maand.